Godsvrede, dat is nu toch ook zo'n term, hè. Godsvrede is een term die ontstaan is in de Eerste Wereldoorlog. Eerste Wereldoorlog. En die dan volop ontwikkeld is toen de katholieke partij weer erop gericht werd. Toen de socialistische partij doorbrak enzovoort. En toen de flamiganten zich een beetje tussen, ja, twee stoelen gevallen vonden. En de idee van, het doet er niet toe tot welke partij je behoort. Het moet gaan om de piëteit tegenover het drama van de Eerste Wereldoorlog, dus frontsoldaten. En daar moeten wij een godsvrede rond overeenkomen. Godsvrede was een begrip dat uit conflicten kwam. Hè. Godsvrede is een begrip waarbij je zegt, kijk, laat ons nu geen ruzie meer maken. Laat ons rondom God een vrede sluiten over de verschillende ideeën heen. Dus die godsvrede, dat is vandaag een totaal zinloos begrip. Dat is een begrip dat einde Eerste Wereldoorlog en in het interbellum wel paste.